Oh, moet ik nu alle helden gebruiken? Oh, ik denk het wel. Ja, iedereen is erbij. Holy moly, jongens. Oh, dit wordt een zieke battle. Yo, de Nintendo fans. Daar gaan we dan richting de gouden buis. Kijken of we Gesela kunnen vinden en verslaan. En of we Rosalina kunnen redden. Ik vind dit nog steeds zo'n vette serie. En als je dat ook vindt, knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan wij gewoon in de gouden buis. Maar abonneer, want dan mis je geen enkele Nintendo video. We hebben op een duistere spelstaart gezeten. In een ruimteschip, op een stoomtrein. En nu gaan we eindelijk met de kanon naar onze laatste bestemming. Gesela. Is iedereen klaar voor lancering? Ik zag die verkoopboot hier ergens. Die heeft echt hard voor zijn werk. Ik denk dat we wel genoeg items hebben. Daar gaan we! Mario, Bowser, Edge, Peach, Rabbit Peach, iedereen. Bam, bam, bam. Met z'n allen. En daar is Mario. Die loopt rond. Samen met Rabbit Mario en Edge en Beepo. Het is hier nogal donker. En Beepo maakt even een lichtje. Oh, het is een Spark die een lichtje maakt. Dankjewel. Daar zijn alle helden, inclusief Bowser. En er gebeurt iets. Rabbit Mario hoort iets. Oh, daar is Gesela. Ja hoor. Daar is Gesela. Ah! Laat Rosalina vrij. Jij. Oh, dat was mis. Lekker voor je. Oh, moet ik nu alle helden gebruiken? Oh, ik denk het wel. Ja, iedereen is erbij. Versla Gesela's astrale arm. Holy moly, jongens. Oh, dit wordt een zieke battle. De bron van alle duisternis, Gesela. Ook al zijn we verspreid over 3 slagvelden, we kunnen het alleen redden als we samenwerken. Gesela is te ver weg om te raken, maar haar astrale arm is dat niet. Focus daarop en ook op het niet geraakt worden. Gesela is vast van plan om die arm op een held te richten en om die held ermee te verpletteren. Dit gebruiken we in ons voordeel. Zie je die trampolines? Als een held op een trampoline springt, schiet er een gekartelde stekel uit de vloer. Let op dat de held die op een trampoline wil springen niet in de buurt van een arm is, anders krijgt hij een map. Eerst maar eens even alle sparks verdelen. Zo, dat is ook gebeurd. Oké, daar gaat dus een arm. Oh, die gaat dus nu naar Peach toe. Dus dan moet iemand even hierop springen. Dus bijvoorbeeld Mario. Zo, die springt daarop. En dan denk ik dat Peach zeg maar hierachter moet gaan staan. Kan ook gelijk op de armen schieten. Laten we dat gewoon gelijk doen. Oh, er zijn ook nog vijanden hier, joh. Oh, die had ik helemaal niet gezien. Oh, dat is wel vervelend. Dan hebben we misschien wel probleempjes, jongens. Ik ga even iedereen laten ontploffen. Meteorieten. Piep, 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 piep. Lekker rennen, jongens. Lekker rennen. Hey, Otsevlots. Doei. Dag. Kijk, kijk, kijk. Ik heb er gelijk een paar verslagen. En dan gaan we deze ook gelijk even verslaan. Zo, nice. Oké. Nou ben ik benieuwd of ik dat dus goed heb gedaan met die hand. Ik zou ons nog kunnen beschermen ook. Maar ik ga dat niet doen. Want ik ben eerst benieuwd wat er dus nu gebeurt met die hand. Die gaat maar... Oh my gosh. Die snijpt het zo hard, jongen. Dat is niet normaal. 2100 damage gewoon. Oké. Ja, zie je? Die heeft nu pijn. Dus ik heb mezelf daarvoor niet hoeven te beschermen. Waar gaat hij nu naartoe? Oh, nu moeten we ergens anders zijn. Oké. Die wil Rabbit Luigi pakken. Dan zou ik voor deze achterste kunnen gaan kiezen. Maar we kunnen ook voor deze hier kiezen. Dit platformpie. Laat ik in ieder geval eerst maar eens even tackelen. Spetters! Gaan ze dan ook weg? Ja, kijk, nice. Dan hebben ze een klein beetje afstand. Ze vallen bijna eruit. Ja, cool. Ja, dit is wel nice. Met deze aanval kan Rabbit Luigi echt heel veel vijanden raken. Hots, hots, bats. Alleen, dit was best wel een grote fout eigenlijk. Even een nieuw bewegingsgebied creëren door even een item gebruiken. Niet handig. Ik ga hierop springen, op deze. Oh nee, oh nee, oh nee. No! Oh, dit was echt heel vervelend. Gelukkig kan ik nog wel een team... Nee, niet! Ik was toch ver genoeg bij hem vandaan, joh! Dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout. Oh, shit. Ja, ik schiet wel op die hand. Dat is dan wel de bedoeling. Rabbit Luigi gaat daar staan. En Luigi zelf, wat ga jij nog doen? Die gaat in ieder geval even zijn speciale wapentje aanzetten. Oh, ja, dat is een pijl en boogie. En dan ga ik gewoon even hier wachten. Oh, jongens... Ik denk dat... Kijk, lekker. Die bouncen we weg. Dat is top. Hij kan niet bij ons komen. Maar er zijn best wel veel enemies hier zo die ik nog niet heb kunnen verslaan. Die proberen nu allemaal op mij te schieten. Op Luigi. Ja, ze hebben best wel een goede sniper. Oh, ik sta helemaal vrij nu. Ja, jij gaat mij nu zeker raken. Oh, nee. Ik heb hier Rabbit Peach nodig bij deze groep. Want ik heb hier behoorlijk wat fouten gemaakt. Oké, maar hij, die hand heeft pijn. Dus dat is positief. Oké, die hand die gaat nu weg. En de andere hand gaat nu hier naartoe. En dat is de groep met Bowser, Edge en Rabbit Peach. En dan moet ik niet weer dezelfde fout maken. Die hand die blijft dus daarbij in de buurt. Bij degene die getarget is. Ik ga met Rabbit Peach voor de eerste beurt maar gewoon eventjes healen. Dan is dat in ieder geval gebeurd. Dan is iedereen gewoon vol. Gaan we een
team jumpy doen met Bowser. Dan raken we deze. Ja. Dan gaan we deze twee vijanden even ver wegblazen. Oké, die vliegen eraf. Dat is lekker. Ertje gaat eventjes deze kant op eerst. Oh nee, oh nee. Ja, ik moet springen, jongens. Ik moet springen. Ik doe het dan maar gewoon. Dan pak ik maar wat damage met Ertje. Ik laat Konki even helpen. Kom maar, Konki. Oh, ik heb al best wel wat foutjes gemaakt tijdens deze battle. Dat is wel zonde. En dan gaan we eventjes wat vijanden verslaan, dat ze ons niet meer kunnen raken. Zo, deze moet weg. Ik kan nog even tackelen met Bowser. Met Ash kan ik deze vijand hier dichtbij in de buurt sowieso verslaan. Dan raak ik die erachter ook nog. Cool. Oké, dit is een redelijke beurt, denk ik. Dan gaan we ook nog even op die hand schieten hier. Bam! Oké, cool. Dat was hem. Tegenstanders de beurt. Zij kunnen mij niet... Nee, zij kunnen niet bij mij komen. Deze vijand kan mij misschien wel raken. Ja, die raakt Bowser helaas. Achter mij komt een portal en hoppakee. Die hand heeft pijn. Nice. Oké, die hand gaat weer weg. Die gaat nu ook naar het midden terug. Dat is waar Mario staat. En waar Mario misschien een probleem heeft. Kijk, want dat superzicht dat staat dus weer aan. Nou, ik ga wel even een klap vangen. Het moet maar. Of ik had hem gewoon met rust kunnen laten natuurlijk. Dat had ik wel ook kunnen doen. Come on, Rosalina! Schiet hem! Dit was niet de meest slimme keus, want hij is resistent voor dit gedoetje. Mario gaat proberen om deze vijand te verslaan. Let's go. Let's go, Mario. Bam. Tackle. Twee keer schieten. Nice. En die is ook weg. Cool. Oké. We hebben in ieder geval niet zoveel last meer van vijanden hier zo. Dat is heel nice. En ik ga Rosalina maar even beschermen voor de volgende beurt, denk ik. Want die staat niet op zo'n heel chill plekje daar namelijk. En dan schieten we op die hand. Oké, ik hoop dat dit de goede keuzes zijn geweest. Oh, deze guy komt hier zo. Oh, die springt op die stekel. En spring je ook op die stekel. Nice. Heel nice. Anders springen jullie even allemaal op die stekel. Kijk, oh, Rosalina die wordt wel geraakt. Maar, kijk, die werd dus beschermd. Heel nice. En nu komt daar een nieuwe enemy. Nog een keer die stekel geraakt. Cool. Oké. Deze hand gaat nu naar... met Luigi's en Luigi. En dat we eerst eens moeten proberen om deze grappie te slopen. Tackle. Nog een tackle. Tegenslag aanzetten. Zodat als ik die vijand nu niet sloop, dat hij in ieder geval kapot is. Maar ik ga ervoor. Ik ga proberen om hem te slopen. Lukt het? Ik hoop het. Ja, ze zijn allebei weg. Nice. Oké, dan moet Rabbit Luigi nu eventjes aan de kant. Want normale Luigi moet even gaan springen, denk ik. Die moet even deze stekel aan gaan zetten. En die gaat hier landen. Zo. Ik kan daar een enemy raken, zo te zien. Nice. Uitputting. Ik wil geen damage pakken in de volgende beurt. En hoppakee, we gaan deze enemy één keer raken. Of tenminste, die hand gaan we één keer raken. Ik denk dat het op zich slim had geweest om met Luigi een itempie te gebruiken voor healing. Maar ja, dat gaat nu niet meer lukken helaas. We hebben hier een sniper, dude. Die sniper, dude. Oh, ja, zie je. Ik denk dat Luigi kapot gaat. Oh, nee. Luigi gaat echt kapot. Ga jij ook nog op Luigi? Nee! Oké, dit is problematisch, jongens. Ik weet namelijk niet of ik hem tot leven kan wekken. De hand wil nu voor Rabbit Peach gaan. Dat is vervelend. Dat is heel vervelend. Ja, ik denk dat Edge en Bowser maar vooral gewoon lekker in de aanval moeten gaan. Even tackelen zo. Nog een tackle, nice. En dan kan ik straks nog een teamspronkie doen, denk ik. Ja, ik wil vooral dat Edge even op een wat betere plek staat. Bijvoorbeeld hier. Dan kan ik allebei die vijanden slaan raken, denk ik. Kijk, ja, dit is top. Dit is top. Dit is lekker. Nice. En hopelijk kan Bowser dan die andere kapot maken. Ja, ook. En dan ga ik ook alvast mijn Max gewoon lekker oproepen. Gewoon omdat het kan. En een beetje voor de volgende beurten. Kijk, ze lopen richting die hand. Maar dat heeft denk ik niet zo heel veel zin. Jullie kunnen die hand niet raken, vrienden. Dat gaat niet. Waarom kan Rabbit Peach die hand niet raken? Die hand is boven... Ja, ik wou net zeggen. Die hand is gewoon boven mij. Dat moet toch kunnen? Hotseflots. Oké. Nou, hier gaat het allemaal best wel goed. Bij die groep van Edge, wou ik zeggen. Maar er komen best wel veel vijanden aan. Dus misschien toch niet. Misschien dat ik hier even rekening mee moet houden. Kijk, ze gaan gelukkig alle Max nu kapot maken. Daar gaan ze als eerste voor. Oh, die tweede die schiet helemaal niet. Oké, dit is een magier. Die gaat voor Rabbit Peach. Oeh, dat vind ik niet leuk. En hoppakee, op die stekel. Oké, deze hand gaat ook weg. Ik wil even kijken hoeveel HP die handen nog hebben. Oh, deze hand is bijna kapot. Oh, allebei de handen zijn bijna kapot. 2200 en deze heeft nog 2800. Wat nou als we gewoon focussen op die handen? Laten we dat gaan proberen. Laten we proberen om deze hand uit te schakelen. En dan hoop ik dat alles daarna gewoon goed gaat. Ja, dit moet te doen zijn toch, jongens, met al die schoten zo. Kom op, Rosalina. Jij moet het af kunnen maken, toch? Deze hand moet toch kapot kunnen gaan nu?
Ja, lekker. Alleen we zijn dus nog niet klaar hier. Rosaline, jij mag even een paddenstoel eten. Jij moet niet kapot gaan. Peach staat hier helemaal niet chill. En Peach kan ook deze vijand denk ik niet raken, nee. Maar ja, ik ga hem maar niet bewegen. Ik laat het maar gewoon even zo. En dan kijk ik wel wat er gebeurt. Deze sniper gaat nu voor Peach inderdaad. Maar Peach heeft de meeste HP. Oh, deze zijn echt zo irritant. Oh, nee. Ik vergeet die portals de hele tijd. Oh, Mario gaat ook kapot. Ja, het is klaar met Mario. Oh, nee. Ik doe dit helemaal niet goed, jongens. Oké, allebei die handen moeten nu gewoon gesloopt worden. Klaar. Dat is wat we gaan proberen. En vervolgens moeten we ons een beetje goed opstellen op een goede plek. Let's go, let's go. Schiet dat ding kapot. Lekker. Come on, Rabbit Luigi. Die hand moet kapot. Lekker. Beide handen zijn nu kapot. Wat gaat er gebeuren? Worden mijn helden weer tot leven gewekt? Of niet? Zijn Mario en Luigi ook precies? Zijn die nu weer levend? Wat gebeurt of moet ik het zonder hun doen? Ah, ik moet nu tegen Gesela. En zo te zien is iedereen weer levend? Dat zou heel fijn zijn. We zijn nog steeds in groepjes van 3 verdeeld, zo te zien. Dit is het allerlaatste stuk. De kracht die hij genereert is bijna niet te meten. Hij moet energie krijgen van de Sparks die Gesela heeft gevangen en uitgebuit. Die Sparks kunnen we nog redden. We bevrijden ze door de ster te raken. Zonder die kracht zal Gesela echt verzwakken. Oké, Mario heeft 1 HP over. Ja, mijn team is er weer. Ik kan mijn team genezen. Oh, dat gaan we sowieso doen. 220 munten weg. Maakt helemaal niet uit. Heel nice. Daar gaan we. Maar welke ster moet ik aanraken? Ik zie niet echt een ster. Wat bedoel je met de ster? Misschien komt die later nog. Gesela heeft 14.000 HP. Hier zijn kapot veel vijanden. Ik kan op Gesela schieten. Bedoelen ze dat ik gewoon die ster moet schieten daar in het midden? Mario, let's go. Let's go. We gaan vol in de aanval. Stampen die handel. En dan gaan we hier staan. Tackelen. Schokaanval voor jullie allemaal. Bababababab, meteorietenregen. Oké, 2 zijn er al kapot nu. Dat is lekker. En de derde, die gaan we ook wel fixen. Dat komt goed. Ik denk dat het goed is om voor de rest te proberen een beetje de afstand te bewaren. Dus we gaan hier naartoe. En dan ga ik proberen om die kapot te maken, dat varken. Nou, dat lukt nog niet. Dat lukt nog niet helemaal. Wat kan Peach doen? Peach kan niet zoveel doen. Nou, Peach, ga maar even schuilen dan of zo. En Mario, jij schiet eerst op deze. Dan is die kapot. En daarna schiet je op dat varkentje. Dan zijn ze allebei weg. Dan hebben we alleen nog te maken met die sniper daar zo. Ik denk dat ik mijn helden nu nog niet hoef te beschermen trouwens. De teambarrière is nog niet nodig, hoop ik. Oké, tegenstanders de beurt. Wat die sniper gaat mij sowieso raken. Dat is ingecalculeerd. 1600 damage. Oké, en daarna dat stomme bewegingsding. Daarachter komen nu nieuwe vijanden. Oh my god, en Rosalina is al bijna kapot. Oké. Die heeft straks even een paddenstoel nodig. We draaien nu. Oké, we gaan sowieso teamsprong doen. Let's go, Rabbit Mario. Hopelijk kan ik tackelen. Dat kan, gelukkig. En dat kan nog een keer. Nice. Dan wil ik graag dat iedereen zich verzamelt omtrent Rabbit Mario, jongens. Let's go. Let's go. Kom allemaal maar dichterbij, jongens. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, goed zo. Kom maar. Oh, dit is nice. Oké, als ze nu naar mij toe komen rennen, dan maak ik ze alsnog kapot. Maar eerst... Nee! Nee, 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 nee. Ik had moeten schieten. Oh, dit is zo'n grote fout. Oh, nee. Oh, dit is echt heel erg balen. Ik heb echt een hele grote fout gemaakt. Ja, en ik ga ze ook niet allemaal kapot krijgen nu. Met Luigi, zo te zien. Ik denk dat dit niet genoeg is, deze spetterende aanval. Ofwel... Ofwel, nee, ze leven allemaal nog. Oh my gosh, ik heb zo'n fout gemaakt met Rabbit Mario. Oké, dan gaat Luigi hier schuilen. Hier zo. Tacklen we deze in ieder geval kapot. Nu moet Rabbit Mario zich terugtrekken, maar dat gaat niet gebeuren. Oh my gosh. Nee, Rick, waarom heb je zo'n stomme fout gemaakt? Oké, we schieten hem in ieder geval weg. Hij gaat stuiteren. Ja, buiten het gebied. Oh, het is niet genoeg. Oh, ik hoop maar dat ik dit allemaal overleef. Deze vijanden hadden allemaal al helemaal dood moeten zijn nu. Gelukkig sloopt hij ook zijn mattie. Dus dat scheelt. De damage valt nog mee, denk ik. Het valt nog redelijk mee. Gesela is nog wel aan de beurt. En die gaat wel keihard voor Rabbit Mario. Ik wil natuurlijk wel een behoorlijk stukje naar voren met Edge. Dat ik hopelijk iemand kan raken. Maar ik vraag me af of dat gaat gebeuren vanaf hier. Zo te zien niet. Oké, let's go Peach. Let's go. Daar gaan we wel 1 vijand raken. Die is weg. Cool. Die maken we gelijk even kapot. Zo. En dan roepen we de Max weer op. De bescherm Max. Dit is wel het fijnste team, denk ik. Bowser, Edge en Rabbit Peach. Dit gaat helemaal goed. Of nou ja, helemaal goed. Het gaat in ieder geval het beste. Oké, wat gaan de tegenstanders doen? Daar is zo eentje die beschermt volgens mij. Die schakelt 1 Mac uit. Snipertje gaat denk ik een andere Mac uitschakelen. Oh, die schakelt er ook 1 uit. En de derde sniper of de tweede sniper ook. Oké.
En Gesela? Gesela doet ook... ja, lekker. Gesela doet ook een Mac. Oké, cool. Oké, daar is alles in ieder geval onder controle. Hier niet echt. Nou, het valt eigenlijk nog wel mee. Het is alleen zo dat Rabbit Rosalina eventjes een... die moet even een paddenstoeltje eten. En ik ga hier wel gewoon weglopen, zo... Oh, ik dacht eventjes dat ik gewoon overal kon lopen met Peach. Nou, dat niet. Ik ga hier nu wel even een schild instellen met Peach. Want dan kunnen we nu eindelijk op Gesela gaan focussen. Dat is wel lekker. Tackle! Ja, en dan ben ik er weer achter, hè. Dit is zo naar, jongens. Het is zo vervelend dat je er dan achter staat. Nou ja, oké, dan schieten we maar gewoon. Tackle! Verbranden! Ja, oké. Begin maar te rennen. Ja, cool. Ben je kapot? Ben je dood? Ja, hij is kapot. Lekker. In dat geval kunnen we nu voor Gesela gaan. Maar ja, dat kan ik alleen nog maar met Mario doen. Maar hey, het is wel de eerste keer volgens mij dat ik Gesela kan raken nu. Dus dat is top. En ik zet mijn helderzicht aan alvast voor de volgende beurt als er vervelende vijandjes komen. Oké, hier lijkt het me ook enigszins onder controle. Wat voor vijanden komen er aan? Een sniper. Waarom Mario? Mario, waarom raak je hem niet? Ja, deze raken we wel. Oké, cool. En de derde vijand... Dat is ook weer zo'n springbeest. Gesela gaat voor... Ja, voor Rabbit Rosalina. Maar die wordt niet geraakt, want die is beschermd door Peach. Oké, we draaien weer. Ja, hier hebben we ook wel een groot probleem, denk ik. Het grootste probleem is volgens mij dat we niet kunnen bewegen. Luigi en Rabbit Mario, die kunnen niet bewegen. Hebben we daar eventueel een item voor? Vraag ik me af. Nee. Dus dat is wel echt een probleem. Ik kan wel ongezien aanzetten met Rabbit Mario. Want die staat hier nu op een plek dat hij normaal gesproken heel hard geraakt wordt. En aangezien die dus niet gezien kan worden, kunnen de tegenstanders hem niet raken. Oké. Wat gaan we doen? Wij gaan twee vijanden hopelijk slopen. Dat zou even heel lekker zijn als we er nu twee kunnen slopen. Oh, die ene ontploft nu. Ja, dat is ook altijd vervelend. Oké, maakt niet uit. We gaan in ieder geval ook op Gesela schieten. Dus die krijgt weer damage. Bovenop die ster 2000 damage. Oeh. Ja, hij doet wel veel damage hoor, Luigi. Ik heb nog niet zo heel vaak met Luigi gespeeld. Maar hij pakt ze wel aan, deze man. Luigi is toch best wel sterk zo te zien. Oké, ik denk dat dit redelijk goed is. Die vijand die slaan we ook nog een keer. Of die schieten we nog een keer. Kijk, top. Oké, Rabbit Luigi wordt niet geraakt. Wat gaat Gesela doen? Gesela gaat voor Rabbit Luigi, maar die raakt Rabbit Luigi niet. Nice. Oké, we hebben de controle volgens mij weer een klein beetje terug. Na een hele slechte eerste beurt gaat het nu best oké. Ik wil even weten wat deze guy ook alweer doet. Activeert in beweging geen reactievaardigheden bij helden. Heeft een techniek waarmee helden uit dekking worden gehaald voordat een aanval wordt uitgevoerd. Ik denk dat we hem echt aan moeten pakken. 2100 HP. Die moeten we als eerste denk ik even slopen. En ik denk dat het niet eens een verkeerd idee is om een klein beetje op afstand te blijven. Ik ga de helden in ieder geval even verstevigen. Dus zorgen dat ze minder schade oplopen. En dan gaan we inderdaad voor die vijand daar. Want die is toch wel naar, denk ik. Volgens mij hebben we nog geen portal hierachter. Dus dat is top. Bowser gaat eventjes de teamsprong doen. Die gaat een stukje verder vooruit. Die heeft namelijk best veel HP. Ja, dan hoop ik dat ik hem nu kapot kan maken. Hij gaat nog niet helemaal kapot. Dan ga ik nog even de slijmaanval ook uitvoeren. Ben benieuwd. Dan raak ik die vijand daar wel. Maar hij overleeft het nog net. En vanaf hier raak ik best wel veel vijanden. Dit is best wel nice met Edge altijd, jongen. Dan raak je hun allemaal. Bap, 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 bap. Heerlijk. Eentje is kapot. Voor de rest kan ik niet zo gek veel doen. Het is goed zo. Ik word gesniped. Ja, Rabbit Peach wordt gesniped. Er is daar nog een sniper. Die gaat voor Bowser, maar die mist. En dat was het. En dan achter is er wel een portal. Dus we moeten wel echt een beetje vooruit nu. Maar ik ben er redelijk tevreden over deze beurt. Ah, Gesela, wat maak je het me moeilijk. Oké, moeten we nu focussen op die vijanden daarachter? Ik denk het niet. Ik denk dat zij nog niet bij mij in de buurt kunnen komen namelijk. En als zij in de buurt komen, dan kan ik ze altijd lokken strakjes. Zo. Dan kan ik ze vastzetten met Rosalina. Dus wij gaan ons gewoon heel erg focussen nu op Gesela. Let's go! Allemaal. Peach ook vanaf hier. Bam. Dan hebben we dus alleen nog Mario over. En die gaat hetzelfde doen. Alles op Gesela. Lekker bezig. Helderzicht ook aan. Voor het geval dat er toch een vijand dicht bij ons in de buurt komt. Oké. Nog eventjes een beetje healen met Peach. Voor het geval dat Peach getarget wordt. Toppie. Oké. Deze groep is ook weer vol. Ben benieuwd wat de tegenstanders allemaal gaan doen. Die sniper zal wel lastig zijn. Die raken we wel. Maar die gaat ook iemand nu raken. Die gaat Rosalina raken. Deze gaan als het goed is niemand raken. Die gaan wel iemand raken. Oh, die gaan meerdere zelfs raken. Oh, niet Rosalina. Oeh, Rosalina.
Rosalina overleeft het echt net 35 HP over. En zo zie je maar, dan denk je dat het helemaal goed gaat. Maar dan is er toch een probleem. Wat gebeurt hier? Is hier achter een portal? Ja, daarachter is een portal. Dus we moeten zorgen dat we goed naar voren komen nu. Dus ja, we gaan helemaal naar voren. En dan gaan we er met een tackle voor zorgen dat we deze vijand uitschakelen. Zo, en de rest gaat allemaal op Gezela. Let's go! Bop, 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 bop. Nice! Die was hard, jongen. Die was keihard. Oké, ik wil Luigi hier ergens hebben, denk ik. Heel ver weg van die portal vandaan. Maar toch ergens achter. Ga ik nog even meer schade aanrichten met deze twee vijen, helden. Met Luigi en Rabbit Luigi. Let's go, Luigi. Oh, we zijn goed bezig nu. We zijn heel goed bezig. Is dit ver genoeg van die portal? Ja, zou je denken, hè? Kan ook aan de andere kant gaan staan. Dan word ik misschien wel geraakt door Gezela. Hé, maar dan zet ik gewoon de reflectie aan. 40% van de damage die voor mij is bestemd, die krijgt Gezela nu terug. Op het moment dat ze voor Rabbit Luigi gaan. Dus ik ga gewoon hier staan. Ik ga gewoon hier staan. Ik ga gewoon uitdagen. Let's go. Let's go. Misschien is dit een beetje stoer. Een beetje te stoer. Maar maakt niet uit. Ik begin een beetje stoer te doen. Ik ben benieuwd wat er uit de portal komt. Ik hoop niet 3 snipers, want dan hebben we wel een probleem. Valt tot nu toe mee. Ja, dit is prima. Dit is prima. Zij gaan mij niet raken vanaf daar. Zij staan veel te ver weg. Ga je voor Rabbit Luigi? Kijk, hoppakee. Die krijgt 600 damage terug, Gezela. Heel nice. Oké, we gaan goed. Maar ja, misschien heeft Gezela nog wel een fase. Misschien zijn we hierna nog helemaal niet klaar. Hoeveel HP heeft Gezela nog? 4618. Dat gaat me niet lukken in deze beurt, ben ik bang. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ja, nice. Oké, we worden geheeld. Ik ga gewoon vol voor Gezela, jongens. We kunnen toch de max weer oproepen met Bowser. Dus dat is helemaal top. Dan gaan al die enemies toch weer voor die max. Dus dat is helemaal geen probleem. Kan ik Gezela niet raken vanaf hier? Oké, dan gaan we eerst maar die max aanzetten van ver weg. Want dan anders lopen ze door en dan raken ze die snipertjes. En dat is precies wat ik niet wil. Ik wil juist dat ze nu nog geen vijanden raken. Zodat zij straks kapot worden geschoten door de vijanden. Zodat ze niet op de helden gaan schieten. Dat is mijn tactiek. Dus eigenlijk gewoon een beetje lokaas. Oké. Boom! Tackeltje. En voor Gezela. Lekker. Dat doet trouwens echt super weinig damage op Gezela. Dat is wel weird, man. Oké, let's go. Mega zwaard. Kijk, die doet veel meer damage op Gezela. Oh. Gezela begint te twijfelen. Ik zag het. Stormzwaardje aan. Als de snipers gaan rennen, dan gaan we ze raken. En ook Rabbit Peach gaat voor Gezela. Ja, we moeten haar uitschakelen. Tegenstanders de beurt. Laat maar zien. Kijk, hoppakee. Snipertje geraakt. Oh, jullie gaan nu opeens voor mij. Jullie gaan opeens niet voor de max. Oké, dat is nieuw. Dat is nieuw. Die had ik niet verwacht. Maar gelukkig ben ik beschermd, dus dat is top. Deze geest, wat gaat die doen? Helemaal niks nog. En dan, sniper. Die gaat wel voor een Mac. Ja, kijk, die gaat wel voor een Mac. Dat is top. Sniper nummer 2 gaat denk ik ook voor een Mac dan. Ja, cool. En Gezela. Gezela gaat voor Edge. Maar het doet allemaal niet zoveel damage. Dus dat is nice. We waren goed beschermd. Oké, dan zijn we weer terug bij Mario's gang. En het eerste wat ik ga doen, is zorgen dat niemand hier kan bewegen. Lekker. Rabbit Rosalina. Dan hoeven we ons even niet druk te maken over die varkens. Kijk, die staan gewoon vast nu allemaal. Dat is top. Verder moet Rabbit Rosalina even zichzelf healen. Dus die gaat waarschijnlijk niet schieten nu. Maar daar ben ik oké mee. Peach gaat natuurlijk wel schieten. En Hart ook. En Mario gaat ook schieten. En betekent dit dan het einde van Gezela? Of nog niet? Nog niet? Oh, we zijn zo close, jongens. We zijn zo close. Gezela gaat voor Peach. En de andere tegenstanders, die kunnen allemaal helemaal niks doen. Woe, en dan zijn we bij Luigi, Rabbit Luigi en Rabbit Mario. En ik ga gewoon gelijk met Rabbit Mario Gezela verslaan. Hopelijk is dit het einde van Gezela. Of niet? Het is in ieder geval... De HP is er volledig leeg. Ja, het is klaar! Het is klaar! De sparks komen vrij! Kijk dan! Alle sparkies die Gezela heeft gevangen komen allemaal vrij. Het zijn allemaal mooie sterretjes. Is dit het einde van Gezela? En het einde van de serie? Dit ziet er wel mooi uit. Het ziet er wel vet uit. Hebben we het gedaan, Mario? Ik denk het wel. Ja! Daar is Rosalina! What up, Rosalina? Oh, Rabbit Rosalina is ook happy the peppy. Nou ja, nog niet helemaal. Die kan het nog niet helemaal geloven. Lekker hoor. Rosalina. Ja, zie je, ik dacht het al. Ik dacht het al dat het nog niet klaar was. Ofwel. Gaat Rosalina ervoor zorgen dat het klaar is? Of
Nee! Het is nog helemaal niet klaar. Rosalina komt helpen. Maar Gisela heeft nog een fase. Holy moly. Rosalina is eindelijk uit Gisela's greep ontsnapt. Maar dat betekent nog niet dat Gisela is verslagen. En hoe we dit misschien dan hopelijk wel gaan doen, zie je in de volgende video. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die, misschien wel allerlaatste, Mario Rabbids Sparks of Hope video. Mazzel!